In Dorst namelijk, daar was een vuurwapengevaarlijke man die werd gezocht. Die is gearresteerd. Die man heeft mogelijk iets te maken met schoten die gistermiddag klonken in een bos daar in de buurt. Want toen agenten na die schoten op onderzoek uitgingen, zagen ze de verdachte rijden in een bestelbus. En vervolgens ging de man naar zijn huis aan de Rijksweg in Dorst. Maar toen een arrestatieteam het huis even later binnenviel, was die man weg. Huis was korte tijd niet door de politie in de gaten gehouden. Afgelopen nacht is die man alsnog opgepakt. Ja, meneer Don, waarom werd dat huis even niet in de gaten gehouden als u wist dat die man binnen was? Nou, wij waren op dat moment met één politieeenheid, met twee agenten aanwezig. Ja, die konden gewoon niet die hele woning op de juiste manier observeren. Daarna zijn er veel meer politieagenten en eenheden gekomen. En hebben we langere tijd gewacht op het arrestatieteam. En ja, we wisten niet zeker of die binnen zou zijn. Het was wel de meest waarschijnlijke scenario. Dus vandaar dat we toch binnen hebben gekeken. Maar hem in eerste instantie niet hebben aangetroffen. En hoe bent u hem dan uiteindelijk toch op het spoor gekomen? We kregen later die avond een melding dat hij toch weer terug was. Dus toen is het arrestatieteam nog een keer gekomen. En om 1:15 hebben we hem aangehouden in zijn woning. En hij is daarna gebracht naar Breda. Daar hebben we een politiecellencomplex en daar is hij ingesloten. Ja, hij werd omschreven als vuurwapengevaarlijk. Had hij inderdaad een wapen? Misschien in dat huis ook wapens gevonden? Nou, er is bij die eerste actie is er inderdaad een wapen aangetroffen. Dat bleek om een luchtgeweer te gaan. Die hebben we in beslag genomen. En, ja, hij staat bekend bij politie en justitie dat hij soms vuurwapens heeft. Dus vandaar deze procedure. Want wat heeft hij eerder dan gedaan? Nou, op dit moment heb ik dat even niet helder. Maar in ieder geval is het zo dat hij bij ons de klassificatie heeft dat hij vuurwapengevaarlijk kan zijn. Dus ja, daar gaan we gewoon met veel voorzichtigheid daarmee om.